Welkom op onze 53ste kindercarnaval. Niet tegen. Chantal, hier. En jij, nee. Naast elkaar, Chantalke. Naar hinter. Ja, en jij zijn kabouter kwebbel. En aan de andere kant hier de kleinste, kom aan. Jij moet van voor komen staan. Jij zijn Piet Piraat. Hier aan dat eindje, Piet Piraat. Hier is ze. Justin Bieber. Hier, dat Justin Bieber. Daar. Hier is ze. Zie je een keer eens. Oh, meneer Spaghetti. De Flamingo's. Mag ik een afvaardiging van de groep naar boven vragen? Stikke proficiat, hier nog een enveloppe bij. Proficiat voor de eerste kleine Augustprijs. Onze kindjes, dankjewel om zo goed te leggen, zo goed te dansen. En ook aan alle andere leiding en aan onze volledige scouts natuurlijk. Proficiat, en je mag gerust een applaus geven, de Café Beaters. Ondertussen zijn we al beland aan de eerste prijs voor de grote groepen. We hadden het nog even aan de winnaars van de grote groep. De Lettertuin. We zijn ook met een hele hoop. Ik wil alle juffen en alle kinderen hartelijk bedanken om er een fantastisch feest van te maken. We hebben ons geamuseerd en dat is tenslotte de bedoeling. Dankjewel. De troep op de meestamperkes. Ze zijn op komst. De derde plaats. Proficiat. In die categorie groepen 2 tot 5 gaat naar Neuwittel Normanert, het nummer 82. Neuwittel Normanert, nummer 82, tweede plaats. Originaliteit zit hem eigenlijk in wat daar nu op het podium verschijnt. De mannen zijn toegekomen in een tank. Proficiat, jongens. We gaan onmiddellijk over naar de bekendmaking van de Kinderprins en Kinderprinses 2016. Wachten nog op de beestenvrouw. Ah, de prinses is erbij. Nu is het koppeltje.
Prins en Prinses 2016. Geef ze gerust nog een daverend applaus. Erte Lief en de deze vrouw. Voorzitter, wat vond u van deze dag? Ongelooflijk goed, vond ik persoonlijk. Niettegenstaande het slechte weer, hebben we toch een kleine 700 kinderen kunnen verwelkomen en ik vond dat prachtig. Zeer goed. Was het een moeilijke keuze om tot de uiteindelijke winnaars te komen, denk je? Volgens de jury, ik heb al een en ander opgevangen, was het niet gemakkelijk. Maar hoe dat juist gebeurd is, weet ik niet, want ik ga daar niet naar kijken. Ik heb dat al geleerd in het verleden. We moeien ons daar niet mee. De jury beslist en die beslissing, daar leggen wij ons bij neer. Dat is zo. Ja, morgen mag jij op de wagen mee in de stoet. Ja, ga je dan, vind je dat dan speciaal? Ja. En wat ga je doen als je op de wagen staat? Wafels smeten. Ja, hadden jullie het eigenlijk verwacht? Nee, eigenlijk niet, want het is nu voor de eerste keer dat we meedoen. Allee ja, haar kleedje laten maken door een vriendin van mij. En ik moet zeggen, ja, ze heeft dat heel goed gedaan hè, van de eerste keer. Ze heeft wel altijd al een keer meegedaan. Zo gewoon, ja, met een carnavalkostuumje. Maar ten deel van de schouwwieligen zijn op de kermis. Ik zeg, nu gaan we er een keer voor. Hè. En het is gelukt. Ja, hadden jullie deze overwinning verwacht? Nee, toch niet. Ik vond dat er dit jaar heel veel mooie kandidaten waren. Niet alleen meisjes, maar ook een aantal mooie jongens. En dit kostuum, waar hebben jullie de inspiratie gehaald voor dit kostuum? Het is eigenlijk een ontwerp vanuit de Sissi-film. Graaf Andrassy had dat aan. En daar hebben wij eigenlijk het ontwerp gehaald. En dan met het thema, de hartjes erbij, zo zijn wij aan dit kostuum gekomen. En hoe lang is daaraan gewerkt? Ja, daar is toch wel een aantal uren aan gewerkt. Ook de stoffen gaan zoeken en zo. En in totaal hebben er toch een drietal mensen aan meegewerkt. Aan deze creatie. Prins, de kindercarnaval is zo net afgelopen. Ja, wat vindt u van de kinderprins en prinses? Ik vond het niveau dit jaar terug enorm hoog. Ondanks het mindere weer, een enorme opkomst als ik hier de zaal binnenkwam. Ik was echt wel verwonderd dat er nog zoveel kinderen komen opdagen zijn. En dan bij de prijsuitreiking sta je eigenlijk altijd compleet verstomd van waar ze het blijven halen. Het niveau, ik vond het niveau heel hoog. Ja, en hoe lang is er aan dit kostuum gewerkt? 14 dagen, 3 weken. Ja. En was dat heel intensief aanwerken? Of? Ja, toch wel ja. We hebben er ons best voor gedaan en dan vinden we nog altijd iets dat zou beter kunnen of daar nog iets bij. Of, ja. En waar hebben jullie de inspiratie gehaald om tot dit resultaat te komen? Dat heb ik met mijn vriendin gedaan. Ja. Die heeft dat uitgezocht en ik heb haar hoesting lopen doen. Ik zeg, ik vertrouw volledig op u. Ja, Bo. Ja, je hebt nu gewonnen. Ben je blij? Ja. En wat vind je eigenlijk zelf van je kostuum? Want het is dan gemaakt door een vriendin van je mama. Heel mooi. Kan je eens vertellen voor de mensen die aan het kijken zijn wat dat je precies aan hebt? Ik heb een kleedje aan met hartjes. En ik heb een bloemenkie met wortelen. En ik ben in een prinsessenkleed met hartjes en ik ben daar heel fier op. Gilles, jij mag morgen op de wagen staan. Ja, wat ga je doen als je op de wagen staat? Ik ga wafels gooien en chips en snoepjes. En ben je heel blij dat je gewonnen hebt? Ja. Wou je al lang winnen? Ja. Hoe lang? Al van vorig jaar. Vorig jaar was de eerste prijs, dat we net naast de titel gegrepen. Hè? En dit jaar was het alles of niks. Morgen is het zover, is het ook voor jou de grote dag? Ja, het is Valentijn. Vind je het niet jammer dat je carnaval moet vieren op Valentijn? Nee, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. We zullen dat de rest van het jaar wel goed maken, maar morgen gaan we carnaval vieren. Ben je er klaar voor? Helemaal. Helemaal. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.